Halo teman-teman, kali ini kalian saya ajak masuk ke depo Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam. Dan depo ini dibuat untuk menyimpan koleksi dari Museum Boijmans Van Beuningen yang beberapa tahun lalu kebanjiran sehingga banyak koleksi-koleksi yang rusak. Depo yang berbentuk bol dan berdindingkan semuanya dari gelas kaca ini didesain oleh arsitek WINY MAAS dan mempunyai lokasi kurang lebih 15.000 meter persegi. Di atasnya ada juga dak teras atau rooftop yang mempunyai restoran dan kafe dan bisa duduk rileks di atas sambil jalan-jalan melihat situasi kota Rotterdam dari atas. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam depo dan saya sendiri sedang bikin video. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Oke, selamat menonton. Ja, dan heb je het hoogste punt. Ja, terras. Ja. Zo lekker. Ik zeg, boven is toch enger.
Ja, kijk, als je hier gaat staan, voel. Ja. Ja. Heel veel mensen die kunnen niet zo. Nee. Ik vind het eng. Was dat zo wat erop? Nee. Kan je dat zien? Oh, dat is wel iets. Hoi. Ruimte voor vergadering. Educatieatelier. Oh, educatieatelier. Ja, dus hier ontvangen we schoolgroepen en geven we workshops. Oh, ja. En dan echt meer over de werkzaamheden in het depot. Dus Dat kinderen, ja, ook bijvoorbeeld iets meer leren over hoe restaureer je een kunstwerk. Of, en archiveren. Precies, archiveren. Ja. Thank you.
moment, mevrouw. Kijk. Zo'n diamond painting, hè? Diamond painting, kijk. Bawah kaki. Thank you.
zich. Waarom? Ik wil dit. Ik wil dit. Arabisch. Ik kijk niet naar beneden, anders nieuwsgierig. Oh, die bawah tuh. Nee, dat kan niet. Ja.